Begijnen waren een religieuze groep die onder andere hier in Hasselt succesvol erin slaagde om een eigen gemeenschap op te richten en zich dan daardoor tegen de samenleving te zetten, te positioneren. En vanuit dat thema, vanuit die attitude, hebben wij 10 kunstenaars gevraagd om nieuw werk te maken. Meer specifiek om quilts, 10 nieuwe quilts te maken. Die beginnen slaagden er wel succesvol in om zich los te koppelen van de maatschappij of de heersende samenleving door een gemeenschap op te richten en dan in een begijnhof volgens hun eigen regels te gaan leven, los van de conventies van de heersende katholieke kerk. Die zoektocht naar onafhankelijkheid zorgt er wel voor dat de beginnen een van de eerste vrouwenbewegingen zijn. Zij maakten hun eigen stoffen, zij maakten hun eigen garen, zij kleurden dat ook, zij deden dat hier ook in het begijnhof. Zij verwerkten eigenlijk hun symboliek, hun verhalen in die textiel. Op dezelfde manier wordt dat bij quilting ook gedaan. Dus een quilt is eigenlijk een drager van een verhaal, van een zekere symboliek. En vandaar dat wij de link hebben gemaakt tussen de begijnen en het quilten. Met deze tentoonstelling, de laatste tentoonstelling in de begijnhofhuisjes, willen we terugkijken naar het verleden. De dissidente begijnen, die houding, die wordt verder gezet met 10 ontwerpers, waarbij dat consumptie, duurzaamheid, het productiesysteem, de manier van werken in vraag worden gesteld en ons doen kijken op een alternatieve manier naar de wereld en een nieuwe toekomst formuleren. I've been working for a while now with a group called the Greek Transgender Support Association, who are a very interesting group doing incredibly important work in Athens relating to transgender rights and awareness. We worked on some workshops in Athens where we created watercolours based on a traditional Greek cross pattern, and those were printed onto wool. We brought that wool to Hasselt, and it was then worked on by another group of women who then took the time to interpret the watercolours into embroidery. When I make a work with a group, we own it in partnership. So any sale of that work that may happen in the future benefits not just me, but also the group. So it's my way of showing that labour can be shared in a kind of transactional way. And I think that that's something that I also got very strongly from the research that I did into the Beguine communities and how they maintained independence from the church. The fact that they sidestepped that by placing craft at the heart of their communities, and that was also a saleable object that gave them a means to exist. I felt I could really connect to that. In dit werk, specifiek dissident zijn, komt grappig genoeg voort uit dat deze installatie echt super vrouwelijk is. We zijn echt gewoon zonder enige soort van gêne of ons in te houden all the way gegaan met hele vrouwelijke elementen en ook eigenlijk een soort van vrouwelijkheid die ook misschien conservatief gezien kan worden in de zin van roze gebruiken of parels of veertjes. Voor ons op dit moment willen we heel erg vrouw zijn in dit werk en dit doen we op onze manier en we hebben er gewoon enorm veel lol in. Ik gebruik mijn werk eigenlijk als middel om problemen aan te tonen in de textielindustrie. Ik verzet me tegen de ontransparantie van die industrie. Ik ging me afvragen, omdat ik me wel best wel veel verdiep in wat voor effect de textielindustrie heeft op de natuur en dan op de arbeiders en dat soort dingen. Dan kom je er al heel snel achter dat er allerlei chemicaliën worden gebruikt in het proces om textiel te ontwikkelen. En op een gegeven moment dacht ik, het is helemaal niet logisch dat op het moment dat het textiel af is, dat dan ineens die chemicaliën eruit zijn. Dus wat wij dragen is dat wel veilig. Onze huid is ons grootste orgaan, het heeft een absorberend vermogen, dus het moet dan die chemische stoffen ook op kunnen nemen. Maar kan je dat dan dus ook omdraaien eigenlijk? Kan je ook zorgen dat je iets positiefs afgeeft aan je huid en aan je gezondheid, dus ook door middel van textiel?
ben samen met Ronald naar het archief gegaan en daar konden we gelukkig nog terugvinden welke kruiden er hebben gegroeid in de tuin van het Begijnhof van Z33. En toen ben ik uiteindelijk gekomen tot de selectie van rozemarijn, salie en kamille om daarmee te gaan verven voor de quilt. Omdat die bijvoorbeeld een hele antiseptische werking hebben. Dus dat wil zeggen dat er bacteriën gewoon niet goed groeien. En dat kan natuurlijk een positief effect hebben als je dat in je textiel verwerkt. Ik kan natuurlijk heel hard roepen, oh, chemicaliën zijn slecht. En oh, kijk wat het allemaal doet, de formaldehyde en de naflaten of... Draag allemaal gewoon geen kleding meer of zo. Maar dat is ook niet de oplossing. Daar zit voor mij nu een soort volgende drempel van... Ja, hoe ga ik van dit concept en deze bewustwording naar daadwerkelijk een impact in de textielindustrie? Ik zie mijn rol eigenlijk als een soort eye-opener voor de consument. En tegelijkertijd hoop ik dat ik daar dus de industrie mee wakker schud. En dat is ambitieus. Denk ik, maar ik ben nog jong. Probeer iets mee te geven waar je kunt in leven of zo, zonder dat je dat echt zelf hebt meegemaakt. En misschien overtuigt dat mensen, misschien ook niet. Dus in die zin neem ik altijd een afstand van het activisme in, of het dusdanig echt activistisch willen zijn. Maar eerder vanuit narratie en vertellen. Ik was in Congo en ik had zo'n tekeningsje gemaakt. Een manneke eigenlijk met een hele zware reistas op zijn rug. Met een Belgisch vlagje. Een soort van tas die eigenlijk zo... Heel die Belgische kolonische historie en zo met zich meedraagt. En hoe je eigenlijk moet profileren als individu als je daar bent. En zeker als Belg. Ik dacht eerst in mijn hoofd van puur als een 2D-werk eigenlijk. Een man met een zak, of ik met een zak, met schuld die in zo'n Congo-jungle loopt of zo. Om het zo ironisch te houden of zo. En dan, maar dan omdat het samenviel met deze tentoonstelling, dacht ik van ja, maar dat is eigenlijk ook, dat is textiel. In 2004 was Raf Simons een van de kritische modeontwerpers. Iemand die samenwerkte met kunstenaars en kilts onder meer gebruikte als een medium om, laten we zeggen, zijn kritiek te uiten. Vandaag werkte hij voor een van de grote modehuizen. Hij herdenkt zichzelf en wordt deel van het modesysteem. Dus iets wat je dikwijls ziet, is dat ontwerpers in het begin van hun carrière eigenlijk een hele kritische houding aannemen over wat dat er gebeurt. En vanuit die kritiek eigenlijk een constructieve bijdrage willen leveren aan wat dat er in de wereld zou kunnen gebeuren. Dus het systeem veranderen van binnenuit. Eerst als outsiders, net zoals de Begijnen, en daarna deel worden van het systeem en de hoop van echt iets te veranderen. Raf Simons vertegenwoordigt eigenlijk verschillende facetten waar dat Z33 ook voor staat. Een kritisch ontwerper die de maatschappij en systemen bevraagt. En die houding die willen we laten zien in deze tentoonstelling, maar zal ook het uitgangspunt zijn van het toekomstige programma in het nieuwe gebouw dat in september 2019 opent.